Hoe kan je nou in Nederland, met een economische crisis waar alle partijen 29 miljard moeten zien te vinden op korte of op langere termijn om te bezuinigen, waar de studiefinanciering, waar de AOW, waar de huren bij sommige partijen gestekt. Nee, maar hoe kan je dat nou allemaal doen terwijl je niet mag praten of dat er denigrerend wordt gedaan over een politicus die zegt, jongens, ik heb hier 7 miljard per jaar, wat als je de immigratie beperkt maximaal uit kan komen. En dat moet onderdeel zijn van de discussie. Laten we het erover hebben, uit uw partijprogramma. Een van de punten, volledige immigratiestop van mensen uit islamitische landen. Zeker. Indonesië, is dat een land waarvan u zegt, het grootste moslimland ter wereld, geen mensen meer uit Indonesië en Nederland? Dat is een islamitisch land, inderdaad. Daar heeft u gelijk. En hoe moet het dan als je bijvoorbeeld, ik noem een dwarsstraat, je bent christen, maar je komt uit Indonesië. Mag je dan wel komen? Ja, nee. Het gaat ons om islamitische landen, dus het maakt niet uit wat je geloof daarbij is. We zeggen dus niet alleen moslims, maar we zeggen niet mensen uit islamitische landen. En we maken een uitzondering voor asielzoekers, dus christenen. Je moet ook antwoord geven op de vraag. Dat doe ik. Maar christenen die in Iran worden vervolgd of homoseksuelen die in Egypte worden vervolgd, die hebben hier een plek. Daar gaat het partijprogramma niet over. Ik vroeg heel duidelijk, en volgens mij moet u ook duidelijk antwoord opgeven, als je christen bent en je komt uit Indonesië, mag je dan ook niet meer naar Nederland toe? Niemand uit een islamitisch land. We kijken daar niet naar welk geloof je hebt. 99% van de gevallen zijn dat islamieten. Maar voor immigratie, normale immigratie, gezinsvorming, gezinshereniging, niemand uit die landen en wel voor asiel. Een moslim uit New York met een Amerikaans paspoort, mag die dat komen? Wel. Ja, zeker dat wel. Want we hebben dus nu, of dat zijn niet islamitische landen. Dus een moslim die wil komen uit Amerika of een ander land, daar geldt het niet voor. We maken echt een onderscheid tussen landen en niet in religies. De praktijk leert dat de meeste Amerikanen die naar Nederland komen geen moslim zijn en de meeste moslims of mensen die uit Marokko komen wel moslim zijn. Maar het onderscheid maken wij niet op die manier.